Goedendag, beste mensen. We gaan vandaag door met het thema zwart is mooi. En we hebben gesproken over wat de Bijbel zegt over donkerheid en duisternis. En we zullen een aantal dingen bespreken over de jongen die waarschuwde voor de wolf. In Nederland, als ook in Europa en de Verenigde Staten, de gebieden waar de witte Angelsaksische protestante cultuur doorgekomen is, hebben we een aantal presidenten gehad die geobsedeerd waren door ons land te laten controleren door katholieken. Ruud Lubbers, Hans van Mierlo, maar ook de huidige partijen die GroenLinks zijn of links zijn of PvdA, D66, VVD, die hebben hetzelfde idee als ook democratische presidenten van de Verenigde Staten zoals Roosevelt, Kennedy, Clinton en Joe Biden. En meer en meer worden we geregeerd door een Verenigde Naties waar dictatorschappen uit de Verenigde Zuid- en Midden-Amerika, katholiek, atheïsten uit Oosten, Oost-Europa, Rusland en China, Stalin, Molotov, Malenkov, Khrushchev, Gorbachev of moslims uit het nabije Oosten en Noord-Afrika onze politiek gaan bepalen. GATT agreements, General Agreement of Tariffs and Trade van de Wereldhandelsorganisatie, daar zijn er meer dan 116 landen lid van en 75% van deze landen voot vaak tegen Noordwest-Europa of de interesse van Noordwest-Europa en Noord-Amerika in de Verenigde Naties meer dan 50% van de tijd de laatste 75 jaar. En zo zijn er meer en meer landen die invloed gaan krijgen op de stemmen van Nederlanders als het gaat om een eigen soevereine staat. En veel van deze geheime samenkomsten, deze New Age organisaties zoals de Club van Rome, de Bilderbergers, de Jezuïeten, de Vrijmetselaars zijn gesloten, zijn in het geheim gehouden. Nederland is ooit begonnen in een acte van verlating in 1581 tegen het misbruik van het Spaanse Habsburgse Rijk door een godgegeven macht. En vandaar dat natuurlijk het recht kreeg om zich af te scheiden. Datzelfde hebben we gezien bij de Zwitsers in 1291 met de Eidgenossenschaft. En de Amerikanen hebben dat opgenomen in 1776 toen Benjamin Franklin van Lucas hoorde hoe hij zich op een correcte manier kon afscheiden van een macht die zijn macht misbruikte. Het Britse Rijk, die toen de tijd koning George III gebruikte om hun onafhankelijke kolonieën te regeren. Dat ging toen de tijd bij de Amerikaanse Revolutie in 1776 over wapencontrole. Niet een theebelasting. De roodjassen van de Britten zijn naar Lexington en Concord gemarcheerd met één doel. We zien in Boston Tea Party die de theebelasting wilde ontwijken of ontduiken. Het ging erom om een militia van boeren te ontwapenen. Ongelukkigerwijze hadden de boeren hetzelfde soort wapens als dat zij hadden. En ze konden zich zo bevrijden van het juk van een door Jezuïeten geleide Engelse koning George III. In Rusland, tussen 1921 en 1980, gingen de dagen eigenlijk niet zo makkelijk. Meer dan 10 miljoen boeren, genaamd kulakken, werden neergeschoten, in de gevangenis gezet voor hun leven en zijn in de Gulag-archipel omgekomen. Concentratiekampen van de Jezuïten en de Inquisitie sinds 1917. En nogmaals, de grondwet die volgt eigenlijk wat wij sinds 1581 het recht hebben. Een burger heeft het recht zich te beschermen en te bewapenen. En een grondwet erkent slechts dat recht. Er is een boek, Little Laws, wat zin in moeite waard is om te lezen, 1994 gepubliceerd, waarin zeven grote genociden worden beschreven, die uitgevoerd zijn in de 20e eeuw, die één zaak gemeen hebben. Alle zeven zijn voorafgegaan door controlewetten en daarna registratie van wapens en confiscatie van wapens. En daarna zijn tientallen miljoenen mensen gearresteerd, in de gevangenis gezet, gefolterd en vermoord. En al hun bezet is aan de staat gekomen. Ze komen uit een groep van meer dan 55.900.000 mensen. Little Laws, pagina 77. En nogmaals, dat waren 1,5 miljoen Armeense orthodoxen in Turkije tussen 1915 en 1917. De slachting van meer dan 20 miljoen boeren en andere Stalinisten en Russen tussen 1929 en 1953.
de slachting van 300.000 christenen in Oeganda tussen 71 en 79. De slachting van 13 miljoen niet-Ariërs in Duitsland tussen 33 en 45. De slachting van binnen 20 miljoen, zeggen ze hier. Maar ik ga zeker uit van binnen 50 miljoen anti-Maoïsten in China tussen 1949 en 1986. De slachting van binnen 1 miljoen Cambodjanen. Killingfields in Pol Pot tussen 75 en 79. De slachting van 100.000 nationale 86 en 80. Deze groepen zijn verbonden met Jezus, de Turken, met de Vrijmetselaars Turken en de Jonge Turken, onder Atatürk. De Stalinisten Mao, door de Jezuïten die in die landen actief waren. In Oeganda, door Idi Amin, die een katholiek was. Door de Cambodjanen Pol Pot, een communistisch getrainde man door de Jezuïten. En de Maya-Indianen hebben altijd dik op stuk gekregen, zelfs in de 30-jarige oorlog. Tussen 1965 en 1895, toen de Jezuïten de Verenigde Staten overgenomen hebben na de burgeroorlog en dat land onteigend hebben van de Indianen en ze een concentratiekamp hebben gestuurd. Dat hebben ze dan later reservaten genoemd, eigenlijk een ander woord voor reducties, zoals de Guarini-Indianen in Paraguay dat hadden in de 17e en 18e eeuw. Alle meer dan 55 miljoen onschuldige slachtoffers waren niet politiek correct. Alle koninkrijksbouwers zijn bloedige moordenaars. Wat zijn het nou precies voor mensen geweest? Die vermoord zijn door de maat van alle dingen, de moderne mens. Bekennende christenen en joden. Ten tweede, een opgeleide persoon die tegen een politieke elite-kliek is. De anticommunisten en antinaties. De vierde, landbezitters, speciaal boeren. En ten vijfde, zigeuners en indianen. En nogmaals, er was niet één, volgens de nieuwsmedia, poging gedaan om zwarte, seksperverse of vrouwen uit te roeien. En dat is wel even belangrijk om te zeggen. Nu, wat zijn de doelen hier in Nederland? Bijbelgelovende christen en zogenaamde fundamentalisten, dus die de Bijbel als fundament hebben, vooral de Statenbijbel. Alle auteurs en journalisten die een soeverein land voorstaan, boven een EU of wereldregering van de Verenigde Naties. Alle burgers die federale interventie op hun burgerrechten tegenstaan. Alle boeren en middenklas landbezitters, joden en religieuze culten, zoals ze dat vaak noemen. Als de overheid de spraak in het openbaar zat en het privé begint te censureren, dan is er niemand in de pers die roept wolf als een waarschuwing dat de vrijheid van de pers of de vrijheid van meningsuiting ondermijnd wordt. En nogmaals, de pers doet dat al sinds na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En ze willen de mensen alleen een spraak, een mening toestaan die naar hun richtlijnen gedaan wordt. Ze zijn hele gevaarlijke, radicale, religieuze fanatici. En dat is de standaardmedia die heden ten dagen, als het gaat om de krant, van heel groot deel wordt geleid door Jezuïten uit België die die conglomeraten van kranten hebben opgekocht. De media roept wolf als er geen wolf is. Zoals je mensen hebt als de Partij van de Vrijheid, Forum voor Democratie en andere splinterpartijen die voor een soeverein Nederland staan, die kunnen namelijk niet gecontroleerd worden. Als je kijkt naar de drugs die in Nederland opgekomen zijn in de jaren 60 net Amerika de Vietnamkrieg ingegaan is met de bedoeling om de drugproductie in de Gouden Driehoek te controleren via de CIA. Kunt u dus nalezen het boek Heroes and Heroin uit 1972 van Weston en Shaver. En die zeggen onder andere dat hun these is dat de drugshandel begon met de burgerrechtenwet in 1964 door zwarte troepen in Vietnam. Pagina 18 tot en met 21 van Heroes and Heroin. En veteraan kapitein Brian Joseph zegt dat de drugs noodzakelijker waren voor een Haarlem-bevolking. Er was een drastische verandering in het soort type troepen in 1965. En in 1968 waren de drugsverslaafden in de dienst van het leger de officieren aan het bedreigen. Die probeerden deze drugshandel te stoppen. En ze werden overruled door hun oversten. En we weten dat het de Jezuïten waren die uiteindelijk via de CIA het doel hadden om die vervloekte witte Angelsaksen protestanten nakomelingen met drugs, pornografie, en sport en theater, vooral het Jezuïtentheater in Hollywood, te vergiftigen
En ze gebruiken er onder andere de Siciliaanse maffia voor en de zwarte gangs in de grote steden. Het is interessant dat de meeste gesegregeerde scholen in Noord-Amerika, in Washington D.C. staan, waar de integratiebeweging zijn begin gehad heeft. Het is heel treurig dat het Overste Hof in de Verenigde Staten, 12 november 1983, Pennsylvania News Journal, AAP bericht, sinds er meer doodstraf is uitgeschreven als witte omgebracht worden, die zwarte meer voor witte die omgebracht worden dan zwarte die omgebracht worden, en dat meer witte mensen omgebracht moeten worden dan zwarte. Maar geen zwarte zal worden geëxecuteerd omdat hij een zwarte of een wit heeft omgebracht. Zwart is mooi, nietwaar? Dat zijn citaten uit een krant, Pensacola News Journal, 12 november 1993. Het is interessant te zien dat het Watergate-schandaal 800 uur op openbare televisie en attentie krijgt. En niet één televisieuur beschrijft dat Kennedy het land verkocht heeft en de hele grondwet aan de kant geschoven heeft. Hetzelfde zie je bij Slick Willie, Bill Clinton. Die kan liegen als hij wit en hij wordt niet impeached. Hij wordt gewoon verheerlijkt, terwijl Nixon, bij Nixon het tegendeel gebeurt. De macht ligt waar bij de nieuwsmedia. Het hoofd van de CIA, de FBI en vele inlichtingendiensten en militaire organisaties in Amerika is zijn katholiek en vooral Ierse katholiek. U kunt het dus heel makkelijk nagaan op Wikipedia. Het is geen verrassing als u het 7277 document van Kennedy, JF Kennedy, bestudeert. Dat u daar ziet dat hij het recht heeft om mensen concentratiekampen te stoppen en aan hun goederen te confisceren in tijd van een noodval. De religieuze, en hij was een katholiek, net zoals Biden katholiek is. De religieuze kleding van de Rooms-Katholieke priesters en nonnen is zwart. En in de donkere middeleeuwen zei de katholieke kerk dat alle evangelicale bijbelgelovige groepen culten waren en verbrand dienen te worden. En de katholieke kerk zat de grootste groep van bijbelgelovigen in Europa, de Qatari, alle duivel bezeten waren. En het woord Qatari betekent gereinigd, maar het begint met een kat. Dus ze zeggen van ja, dat waren aanbidders van een zwarte kat. Duivel aanbidders. Maar de katholiek begint ook met een kat. Kat, holiek, helemaal gegeven aan een kat. Dat zien we ook in openbaar hoofdstuk 13, vers 1 en vers 2. Dat daar een leeuwpard wordt beschreven. Een zwarte kat. En daar wordt dat beest mee beschreven. De Zwarte Internationale was de Rooms-Katholieke politieke partijen. Meer dan 100 jaar in Duitsland. En de communistische politieke partijen worden de Rode Internationale genoemd. Je kunt dat allemaal nagelezen in de Zwarte Internationale series van McCabe. En tussen 1942 en 1944. Dit is Gestapo, werd geleid door Gestapo Müller, een katholiek. Het zijn Schutzstaffen, Heinrich Himmlerhoofd was ook katholiek en Hitler zelf was ook een katholiek. En nogmaals, de concentratiekampen waren niet het idee van Martin Luther, nog zijn theologie, nog zijn katholieke houding tegenover de Joden. Dat is een Amerikaanse katholieke nieuwspropaganda. Hitler had een concordaat met Paus Pius XI, niet met de Lutheraanse kerk. En de oorsprong van nazifascisme was niet gevonden in vrijmetselaar of communisme, protestant, christenheid, baptisme, socialisme of satanisme. Nee, het was in de sociëteit van Jezus, de Jezuïeten, de grondlegger van Ignatius Loyola. En weet u hoe de pausen de Jezuïeten noemden in de 17e en 18e eeuw? Ze werden genoemd de ridders van de Zwarte Kruistocht, Laymen behind the Dictators, 1944. En Hitler's Waffen-SS werd genoemd Hitler's Teutonische Ridders. En nogmaals, de SS, de Jezuïeten zijn ridders. En de leiders van deze geheimdiensten, vooral in Amerika, zijn Ierse katholieken, niet witte Alexandrische protestanten, baptisten. En toen keizer Willem II in 1913, één jaar voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak, een bezoek bracht aan de paus, zegt hij, memoirs, vertaald door Thomas Ibarra, Harper's, 1922, pagina 211, dat het was voor mij interessant dat de paus dat in dit betreft Duitsland moet het zwaard van de katholieke kerk worden. Dat is ook wat Karel de Grote was, dat was Adolf Hitler was. En dat is heden ten dagen wat Merkel meer en meer is, politiek en economisch in de Europese Unie. En daarnaast zie je ook altijd dat de mensen refereren aan de kerk, niet aan een kerk of de katholieke kerk of de Rooms-Katholieke kerk. Nee, het is de kerk.
Heel treurig, maar dat is zoals het helaas heden de dagen is. Want nu, we willen verder gaan met zwarte katten en de zwarte dood. In Egypte werd de kat geassocieerd met Ra, de zonnegod. En dat is de hoofdgod van de katholieke, van de Egyptische goden. En nogmaals, je ziet dat katten niet worden beschreven in de Bijbel. Ze worden wel een paar keer genoemd, maar in vergelijking met honden helemaal niet zoveel. Nogmaals, een hond is het beeld van een ongeredde man in het Nieuwe Testament. Naar 2 Petrus 2, 22, Filippe 3, 2 en Openbaring 22, vers 15. En nogmaals, de kat was een godin, geassocieerd met Ra, de zonnegod. En toen God Mozes vertelde wat hij ging doen om de goden van Egypte te veroordelen, heeft hij het land verduisterd. Exodus 12, vers 12. En de zon verduisterd. Een kat met een hoofd van een adelaar in Egypte was het symbool van de zoekende ziel die het lichaam verliet. En het werd gerepresenteerd door de ziel van Isis. Horus was de eenoogige god van de hemel. Hij had macht om te genezen en slangen te overwinnen. God noemt in de schrift Baal, Astoreth, Moloch, Milcom, Chemos, Nergal en dergelijke. Maar hij noemt niet Ra, Isis, Horus, Sep en Osiris. Een zwarte kat is een panter. Dat is de panzerdivisies van Hitler. En alle Hitlers nazi zwarte katcommandanten waren een zwarte beretten. Zwarte hoeden gedaan. Tenminste, dat was Hitlers Waffen-SS. Een zwarte kat in de folklore wordt Hektate genoemd. Ze is een alomcirkelende slang die de zon opeet. In de Sataanse rituelen tussen 800 en 1200 na Christus hebben vrouwen een zwarte olie op zichzelf gewreven om ze in zichzelf in katten te veranderen. Het was de godin Diana, de koningin van de heksen, net zoals Hektate, die de godin van de duisternis was. Je ziet haar nog eens een keer genoemd, 5 keer achter elkaar in op Handelingen hoofdstuk 19. Zwarte kandelaren werden gebruikt in zwarte missen waar de duivel verscheen. Als hij verscheen als een grote zwarte man met een grote zwarte kat. Zwart is mooi. Gedurende de Franse Revolutie was er een radicale avant-garde kunstenaar die een beeld van de pauze schilderde, die gezeten waren met Judas Iscariot aan hun voeten. En eromheen waren 13 katten. In de Bijbel wordt de kat inderdaad genoemd als een leeuw, waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw zoekende weer hij zal verslingen. 1 Petrus 5, dat was een imitatie van de leeuw voor het geslacht van Juda in Openbaring hoofdstuk 5 vers 5. De tweede kat is de leopard, of de parder, in Openbaring 13 vers 1 en vers 2. Die vertegenwoordigt nooit Jezus Christus, maar de vijand, de duivel, en hij heeft zwarte vlekken, Jeremia 13 vers 23. En zowel de Heer Jezus Christus in 1 Petrus 1 vers 19 als zijn bruid in Efeze 5 vers 27 zijn zonder vlek. En nogmaals, het beest niet alleen een mens, in Openbaring 13 vers 18, hij is ook een beest. En nogmaals, die vlekken worden duidelijk neergezet in Judas 23 en Leviticus hoofdstuk 13 vers 47 tot en met 50. En nogmaals, als u daar in de verdrukking het merkteken van het beest neemt, krijgt u een zwarte vlek. Het is ook heel interessant dat in het boek Secret of the Ages bij Brinsley de Pure Trench in 1974 dat een groep puma's zich openbaarde in Engeland en Ierland. In 1960 jaar vonden met het zien van een UFO, een Unidentified Flying Object, dus een niet te identificeren vliegend object. En op 24 april 1964 kwam er een UFO neer in Socorro, New Mexico. En toen het verdween, vonden de onderzoekers ovaal geschapen kattenafdrukken. En nogmaals, deze persoon heeft met iemand gesproken. Het waren niet de wachters, zoals Daniel 4 vers 7 zegt, maar deze oefenuiten. Maar het was iemand die, een militaire persoon, die onder bevel stond. Mogelijk een militair bevel stond. Militaire operaties uitvoeren. Zwarte helikopters worden in de jaren 90 meer en meer gezien. En
jaar geleden, tussen 700 en 1933, werden veel over de, gerapporteerd over de middeleeuwen. Als demonen, poldergeesten, vuurballen, engelen en zulke afschuwelijke wezens als succubus en incubus. Dat waren nachtduivels die vrouwen, mannen verkrachten terwijl ze aan het slapen waren. En al deze toespelingen werden toegeschreven aan de religieuze bijgeloof van de Rooms-Katholieke religie. Nu, zwart is mooi, dus laten we eens teruggaan naar zo'n 6 eeuwen en naar de zwarte dood gaan die Europa toen de tijd beheerste. In een boek van Johannes Nul, 1926, een Chronicle of the Plague, worden we verteld dat de zwarte dood werd geproduceerd. Heeft twee soorten van doden geproduceerd. Eén was lymfatisch en de andere was had te doen met het ademen. Dat betekent, sommige slachtoffers stierven niet van gezwollen lichaamsdelen, maar ze hadden een gifgas ingeademd. En Nul zei dat velen werden gedood door een gas dat uit de lucht kwam. En het was een heel smerig mistgas. En sommigen, net zo dat gas opgesnoven hebben, moesten ook bloed spugen. En sommigen hadden dat in de long opgenomen. Dat was een soort gelijke chlorine of mosterdgas. En de zwarte plaag die is niet helemaal uitgestorven aan het eind van de 14e eeuw. En rondom 1700 zegt men dat het zo'n totaal van minder dan 40 miljoen levens heeft geëist. Inclusief alle doden in Afrika, Azië en Europa tussen 1300 en 1700. En het raar is dat in een boek van een Chronicle of Prodigious Importance, in pagina 495, er een komeet werd gezien over Basel, Zwitserland, voordat de zwarte plaag, de pest, de stad trof. Hetzelfde rapporten komen uit Arabië, 1479 en 1566. En de komeet die daar naar beneden kwam, had de vorm van een soort sigaar en had gaten aan de zijkanten. En men zegt het was verbonden met schepen. En 25 van deze kometen werden gerapporteerd tussen 1500 en 1543. En het rare is dat deze zaken ook zichtbaar waren gedurende de protestante reformatie. In de tijd van Martin Luther en Zwingli en Calvin en Menno Simons en John Knox. En de Statenvertalers, King James. En in 1566, in juli en augustus, werden de vliegende schotels gezien. Zo'n 36 over Zwitserland. Ze waren zwart en wit. In 1559 werden de verschrikkelijke mensen zichtbaar in zwart gekleed. En ze verschenen wederom in 1682. En de dood wordt vaak neergezet als een persoon, een skelet met een zeis en in het zwart gekleed. En die zeis natuurlijk zie je terug bij de communistische partij met de hamer en de sikkel. De hamer zoals je gewend bent wordt in Jeremia 50 vers 23 en 28, verwijzing naar het herstelde Babylon. En de sikkel om alles af te slaan wat niet in overeenstemming is met deze nieuwe orde. Betreffende de man in het zwart wordt het volgende gezegd door Peter Brooksmith in zijn boek The Alien World, 1989. Ze bezoeken je als u thuis bent. Ze zijn bijna altijd mannelijk. Er is nooit meer dan één vrouw erbij. Ze hebben een oosterse blik. Ze hebben een kleur. Sommigen zijn sekspervers. En dan hebben ze heldere lipstick op. Hun bewegingen zijn stijf en mechanisch. Er is geen vriendelijkheid of sociale contact. En ze gebruiken vervalse identificatiekaarten van de luchtmacht van de Verenigde Staten. Er zijn heel veel van zulke citaten beschikbaar van zwarte auto's die daarmee verbonden zijn. En de zwarte dood die gekomen is. En een soort blauwe mist die verbonden is met de uitbreek van cholera in Engeland in de 19e eeuw, 1832 en 1849. En dat is interessant, in verbond met het 5 en 6G in Europa. En de wolken die dan door de kerosine en het gif dan naar beneden gelaten worden. Hier een boek van Doe, The Black Death, uit 1969.
de Zwarte Dood was het gevolg van een vervuilde lucht en giftige mist die normaliter blauw waren. Dat is het LED-licht wat je vaak ziet bij de nieuwe auto's. En dat vond zijn oorsprong in China, Perzië, India, Cyprus en Italië. En cholera-uitbraken, net zoals in 1832 en 1848, gingen samen met een blauwe rook. En ze werden verbonden met het zien van UFO's, niet geïdentificeerde vliegende objecten. Nogmaals, het boek zegt, er is niets nieuws onder de zon. De Bijbel zegt in Handelingen 2 vers 20 dat de maan zal in bloed veranderd worden voordat de grote en schrikkelijke dag zal komen. En gedurende een kleine uitbreek van de Zwarte Dood voor 1300, in 1117 januari, kwam er een vurige komeet van het noorden naar de oriënt en de maan was bloedrood als een eclips. Nou, we gaan de volgende keer iets dieper in de geschiedenis en verbonden met de ondergrondse basis in 1995 in Arizona, Nevada, New Mexico, Colorado en Californië. Nogmaals, zwart is mooi. We hebben iets gesproken nu over zwarte katten en de zwarte dood. En we gaan nu verder over het laatste thema, over deze niet geïdentificeerde vliegende objecten.